Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Dag mooi lieve mensen. Welkom bij mijn podcast. Leuk dat je luistert en heel veel plezier. Mijn naam is Violetta en ik neem je mee op jouw liefdesreis. Jouw liefdesreis, je persoonlijke liefdesreis of je liefdesreis samen met je geliefde. Stel je voor, jouw hart is als een rivier. Daar stroomt water. Het kan rivier zijn met vies water, dat het donker is, troebel, dat er viezigheid in zit, dat het zelfs misschien stinkt. Dat water is niet bruikbaar voor mensen. Mensen kunnen er niet uitdrinken, mensen kunnen er niks mee gaan doen. Dat water is onbruikbaar. Je kan het zien als het water is negatief. En je hebt de rivier van water dat schoon is, puur, helder. Het stroomt, je kan de stroming zien. Je ziet de stenen op de bodem liggen. Je kan de rivier toelopen, je hoort het geluid. En je kan ervan drinken. Je kan het gebruiken om te wassen of om te koken. Dus het water is hartstikke bruikbaar. Je zou dat positief kunnen noemen. Dat betekent ook dat je bewust moet van zijn. Wat voor rivier heeft jouw hart? Is het een troebele, zwarte, vieze water? Of is het heldere, pure en schone, bruikbare water? Goed om daar bewust van te zijn. Daarnaast is het goed om te kijken hoe groot je hart is. Als jouw hart klein is, dan denk je slechter over jezelf. Praat je alleen maar negatief over jezelf. Heb je verschillende belemmerende overtuigingen over jezelf. Dus het is goed om bewust van te zijn, hoe praat jij tegen jezelf? Want hoe kleiner je hart is, hoe moeilijker het ook voor jou is en zal je dus gaan lijden. Zowel lijden in jezelf, dus teleurgesteld zijn in jezelf en niet verder te kunnen komen, maar ook in jouw relatie met je geliefde. Want dat geef je over. De ander voelt dat, de ander ziet dat aan jou. En dan kan je gewoon niet een liefdevolle relatie hebben. Want wanneer je een klein hart hebt, dan accepteer je jezelf ook niet. Dan ben je ook onzeker. Door al die verschillende overtuigende beperkingen die je wel niet tegen jezelf zegt. Of die je niet over de ander zegt. Dat je bijvoorbeeld denkt, nou, zij of hij, je doet niks voor me. Dus je houdt niet van me. Je geeft niet om. Dat zijn allemaal beperkende overtuigingen die je dan over de andere persoon hebt. En dat kan soms gewoon moeilijk zijn om liefdevol naar de ander te gaan kijken. Want dan ga je die ander meer beschuldigen. Accepteer je diegene ook niet. Zie je allerlei fouten die de ander maakt. Dus dan heb je geen liefdevolle blik meer naar de ander. Ja, en ook niet naar jezelf natuurlijk. Maar als jij je hart vergroot en je hart is groter en groter, dan kijk je anders naar jezelf en naar de ander. Dan ben je liefdevol naar jezelf, heb je een liefdevolle, zachte blik naar jezelf en naar de ander. Zie je de situaties heel anders dan wanneer je een klein hart hebt. Heb je veel meer compassie voor de ander. Denk je mee met de ander. Bekijk je gewoon de situatie heel anders dan dat je normaal gesproken zou doen. Als je een kleiner hart hebt. Accepteer je gewoon jezelf. En dan kun je ook transformeren. Dus dan transformeer je, groeit er ook in. Als je er anders naar de situatie kan kijken. Een voorbeeld om van te geven. Hij heeft wel de afwas gedaan, maar niet gestofzogen.
En je kon bij het andere, deel kan je zeggen, nou, je hebt niet gestofzogen, dus je bent niet goed genoeg. Of je zegt, dankjewel dat je hebt afgewassen. Moet ik je erbij helpen om te gaan stofzuigen bijvoorbeeld? Het is een voorbeeld. En er zijn talloze voorbeelden natuurlijk hiervoor. Maar dan komt de vraag, hoe groei jij? Hoe reinig je je hart? Hoe vergroot je je hart? Hoe maak je je hart liefdevoller? Hoe kan je anders kijken naar jezelf? Hoe kijk je anders naar de ander en naar de wereld en de situatie? Hoe doe je dat? Nou, je moet je hart natuurlijk voeden. Zoals je jezelf, dus je lichaam voedt. En er is natuurlijk ook onderscheid tussen fastfood en gezond eten. Is het ook belangrijk dat je jezelf voedt met voedsel voor je hart, wat je hart nodig heeft. En dat betekent dus dat je wel goed moet kijken, wat heb jij nodig om je eigen liefde, of je eigen leven te leiden, liefdevol leven, en een liefdevol leven samen met je geliefden. Wat heb jij en jullie ervoor nodig? Luister vooral goed naar je hart. Wat vertelt het jou? Wat wil het? Heeft het meer rust nodig? Heeft het meer ruimte nodig? Heeft het veel meer geluk nodig? Vraag dat gewoon jezelf af. Wat heb ik nu op dit moment nodig? Dat kan je doen in stilte. Je kan ook je ogen gaan sluiten om die vraag aan jezelf te stellen. Dat kan je ook noemen meditatie. Je kan talloze meditaties gaan doen. Je kan veel meditaties op YouTube vinden. Of meditatie-apps. Je kan zelf mediteren zonder bepaalde hulp. Je gaat gewoon jezelf vragen stellen. En om vragen te stellen, schrijf ze eerst op. En soms kan het warrig zijn in je hoofd. Schrijf deze vragen gewoon op. Wanneer je het opgeschreven hebt, dan kan je vraag voor vraag beantwoorden in je meditatie of gewoon stil zijn of in stilte. En de ene keer zal het antwoord sneller komen dan de andere keer. Maar geef gewoon, wees geduldig. Heb er ook discipline in om naar je hart te luisteren. En ook te luisteren naar het hart van iemand anders. Wat wil de ander ook, of van iemand ander? Wat wil de ander van jou? Wat voelt de ander? Heb ik voornamelijk je geliefde of je familie bijvoorbeeld of je vrienden. Kijk gewoon goed, wat heb jij en de ander nodig om samen liefdevol leven te hebben? Je kan ook affirmaties gebruiken. Gebruik affirmaties dat je zegt, mijn hart is groot. Mijn hart is liefdevol. Mijn hart is vol compassie. En noem maar op. Je kan zeggen, ik ben liefde. Ik ben liefdevol. Ik ben geluk en ik ben gelukkig. Ik ben genoeg. Ik ben alles. Wij zijn gelukkig. Wij zijn samen. Wij zijn gelukkig. Neem gewoon die tijd voor jezelf om daar echt goed gewoon over na te denken. En een ander voorbeeld kan zijn, als jij niet genoeg aandacht geeft aan jezelf en aan je hart als zelfliefde, dan kan het zo zijn dat je heel erg snel kan getriggerd worden door anderen. Een voorbeeld bij te noemen, als jij dus niet goed genoeg voor jezelf zorgt en iemand anders maakt een opmerking. Een opmerking, dat kan verschillend zijn. Wat zie je er vandaag anders uit? Of, dit past niet bij je. Of, ik ken iemand die lijkt ook zo op jou, maar die heeft dit en zo gedaan. En dan kan jij dus, of iemand geeft je bijvoorbeeld niet genoeg aandacht die je graag zou willen hebben. Dan kan je dus ontzettend boos worden op die ander. Je wordt boos op de ander en niet op jezelf. Je gaat de ander verwijten dat hij of zij niet genoeg aandacht aan je heeft gegeven. Niet genoeg liefde.
dat hij deze opmerking maakt, dat je dat een onnodige opmerking vond, of een opmerking die jou heel erg gekwetst heeft, of dat diegene gewoon hard is tegen je geweest, of diegene heeft een rare bedoeling ermee, en ga zo maar door. Maar je moet je wel afvragen, is het wel logisch om de ander te beschuldigen? Is de ander wel ook echt de schuldige? En het antwoord is nee. Nee. De ander heeft er niks mee te maken. Soms heeft de ander het niet eens door. Heeft het niet eens door dat diegene iets vervelends heeft gezegd? Want vaak bedoelen mensen het goed. Vaak maken mensen een opmerking en ze bedoelen het goed. Of vaak doet iemand iets of laat iemand iets na. En bedoelden ze dat ook goed. Want achter elke persoon zit gewoon een goede bedoeling. Alleen wij kunnen het anders zien. Jij kan het anders zien. Je kan het anders interpreteren ook. En wat gebeurt als ander iets doet of niet doet, of zegt of niet zegt, kan je daar diep door geraakt worden. En als je diep geraakt wordt, dan is het heel makkelijk om de ander te beschuldigen en niet jezelf. Maar het is goed om het andersom, om het anders te bekijken. Dan bekijk je van de andere kant. Dan is het de kunst om te kijken, oké, deze persoon heeft dit gedaan of niet gedaan, of dit gezegd of niet gezegd. Waarom doet het me zoveel? Wees gewoon stil bij jezelf en niet bij de ander. Vraag jezelf de vraag, oké, dit is tegen me gezegd, maar waarom raakt het mij? Komt het door mijn verleden? Of komt dat ik onzeker ben? Of komt het een gevoelige onderwerp is? Maar het is jouw bron. Iemand is alleen een trigger geweest die deze emotie heeft gecreëerd. En jij hebt het interpreteerd vanuit je gevoelens, emoties die heel vaak al van heel lang geleden ontstaan zijn. En die heb je elke keer meegenomen en die emoties is groter, groter, groter geworden, waardoor je deze emotie dus meedraagt en niet oplost. En vaak zie ik ook dat het gewoon een stukje luiheid is. Je bent lui om in jezelf te graven. Je bent lui om de vraag aan jezelf te stellen. Je bent lui of je bent er niet bewust van. Dat kan ook, dat het gewoon niet de bewustwording is van jezelf en van jouw eigen emoties en van je eigen gedachten. Want het is heel makkelijk, heel simpel om het bij de ander te laten. Zo van, hup, dit heb jij gedaan, het ligt aan jou, niet aan mij. Maar in werkelijkheid ligt het wel echt dergelijk aan jou. Daarom is het belangrijk, zoals ik net eerder zei, door meditatie, stilte op te zoeken, vragen te stellen aan jezelf. Waar komt het door? Komt het omdat ik toen ik klein was, beledigd was door mijn ouders? Of niet opgehaald ergens door mijn ouders? Of komt het door een docent die ooit een opmerking heeft gemaakt, waardoor ik nu hartstikke onzeker ben en ik denk dat ik het niet meer kan? Dat ik niet creatief genoeg ben? Dat ik niet goed genoeg ben? Of dat er tijdens je werk is gebeurd dat je denkt, een collega of een leidinggevende heeft iets tegen je gezegd of gedaan. En dat heeft zo'n grote impact op je gehad, dat je deze gevoelens nu elke keer meeneemt in een nieuwe situatie. Want het is elke keer een nieuwe situatie. Alleen is het wel dezelfde emotie. En de emotie kan wat groter zijn of wat kleiner. Het gevoel kan wel minder zijn of veel meer. Maar de resultaat is gewoon hetzelfde. Jij bent dan verdrietig, je bent boos, je bent geïrriteerd, je hebt allerlei emoties en je weet niet hoe je ermee moet omgaan. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de bron waar het vandaan komt. Als je weet wat de bron is, dan kan je ook hiermee ook je hart reinigen. Jouw rivier. Kies je dan voor het zwarte rivier of kies je voor een heldere rivier? Wanneer jij kiest voor een heldere rivier, en dat is een keuze die je hebt. Keuze hebt om te malen
over jouw relatie en over jezelf en over de anderen. Of keuze om anders te kijken naar de situatie, leren van je situatie, doorgaan en jouw les meenemen naar de volgende gebeurtenis. En wetend dat alles goed komt en dat dit ooit een vervelend moment is geweest voor jou, maar dat het nu wel goed komt met jou. En zo op deze manier, als je elke keer getriggerd wordt door een ander, wees even stil. Ga binnen naar je gevoel. Kijk wat je het voelt. Voel je een brok in je keel? Voel je een druk op je borst? Of voel je buikpijn? Een druk op je buik, een draaiende gevoel in je buik. Kijk eerst in je lijf waar je het voelt. Ga dan met je aandacht naar die plek in je lichaam. En zeg ook gewoon tegen die plek, oké, dit voel ik, dit mag er zijn en het hoeft er niet de hele dag of weken bij me te blijven. Dit geef ik weg. En je geeft het gevoel dan ook werkelijk gewoon weg. Je kan het weggeven aan het universum of aan de persoon die je gegeven hebt. Geef het weg. Laat het van je los. Wanneer je dat gedaan hebt, ga je kijken, oké, maar wanneer was ik zo diep geraakt? Wanneer was de eerste keer geweest? Voor sommigen is het moeilijker om te kijken, om te beseffen, oké, maar wanneer was het echt de eerste keer? Voor sommigen is het makkelijker. Je kan ook een recent moment nemen of je kan verder in het verleden gaan. Dus graaf gewoon in je verleden om te kijken wat het moment is geweest. Wanneer je het echt intens hebt gevoeld. Vaak zijn dat de momenten toen we klein waren. Dat zijn echt de momenten waarnaar gekeken moet worden. Het is natuurlijk per persoon verschillend. Dus ga kijken vooral naar wat bij jou goed voelt. Wat bij jou opkomt. En daar ga je met deze informatie aan de slag. Dan kijk je, oké, deze persoon heeft dit en dit en dit tegen mij gezegd. Of dit en dit tegen mij, zo tegen me gedaan. Wat voor les haal ik hieruit? Dus ga deze persoon niet beschuldigen of boos zijn of nog verdrietig zijn en alle andere emoties tonen op deze situatie en deze persoon. Zeg gewoon in stilte, dankjewel. Dankjewel dat je er was en dat je dit hebt gedaan, want dit is mijn les hieruit, uit deze situatie. Deze les neem ik mee, deze les bestudeer ik. En met deze les ga ik verder mijn toekomst bouwen om het anders te doen. Want omdat jij deze les hebt gehad en een les hebt uitgehaald, kan jij anders kijken. Dan kan je dus anders gaan leven. Dan ga je in de volgende situatie anders. Dus als volgende keer iemand tegen jou zegt, nou, wat zie je er anders uit vandaag of wat dan ook, dan zal die trigger veel minder jou triggeren. Omdat jij gewoon sterker in je schoenen staat, je hart. Je weet waardoor het komt. Je kan meer plek geven in je hart. Je kan je hart ook veel meer zuiveren om oefeningen te doen. En doe deze oefeningen ook iedere dag. Als je deze oefeningen iedere dag doet, zuiver jij je hart. Om terug te gaan naar de vroegere gebeurtenis, om daar afscheid van te nemen en om een les uit te halen. Om affirmaties te gebruiken dat je gewoon een groot, liefdevol hart hebt die jij jezelf gunt en dat jullie samen ook bijvoorbeeld in de relatie, in een liefdevolle relatie, samen liefdevol hart creëert om jullie heen. Om warm gevoel te hebben van liefde en acceptatie naar elkaar toe en naar jezelf, kan je ook makkelijker in je liefdesleven communiceren ook met elkaar en met jezelf. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie hier iets hebben aan gehad en dat jullie oefeningen gaan doen, zodat het jullie kan helpen. Om meer diepgang te krijgen in het onderwerp liefde, wil ik je graag uitnodigen om mijn les te bezoeken, de 5 liefdestalen bij de Bewustzijnsschool. Op de website van de Bewustzijnsschool kan je kaarten kopen en kan je kijken naar het lesrooster. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel.
Thank you.